Welkom en leuk dat jullie weer kijken bij een gloednieuw magneetvisavontuur. Deze dag ben ik op pad gegaan met Timody, jullie kennen hem hoogstwaarschijnlijk al, en Bartje Goud, een geweldige gozer, hartstikke gezellig. Dus aan de humor en de lol ontbrak het deze dag zeker niet. Ook heb ik wat gevonden. Ja, ik vind dat het niet thuis wordt op straat. En ja, ik vond het best wel bizar toen ik het boven water haalde. Maar goed, ga lekker kijken. Hier komt hij. Het is nog vroeg. We zijn vroeg uit de veer. Want het zijn de vroege vogels die de wormen pikken. Dit is jouw locatie, hè Bart? Bartje Goud heeft deze locatie uitgekozen. En ik moet zeggen, ik denk dat het wel een leuke locatie is, want er komen al veel dingen uit het water. Knalpijpen en grote uitlaten. Oh, alles. Joh. Stukken betonijzer. Wat is dit nou weer, joh? Wat heb jij? Ja, iets zwaars hier ook. Bart, die heeft iets zwaars. Ik krijg hem niet eens omhoog, joh. Hij krijgt hem niet omhoog. Daarom heeft hij die opzetstuk of zo. Ja. Nee, Fink, dat is mijn microfoon. Ja, dat is jammer. Moet je eens kijken, joh. Er komt geen eind aan, joh. Kijk eens, joh. Oh, wat een lange pijp. Heb ik nou een prikstok gevonden of een stuk beton uit? Er liggen echt veel dingen in het water hier. Als je einde van de dag klaar bent, dan weet je wel wat je kan vertellen over de dag. Vink, krijg je deze omhoog? Ik weet niet wat dit is, joh. Ik krijg hem omhoog. Heb je hem? Ja. Scooterkap. Ah, een scooterkap. Zo dan. Ja. En ik denk van een beter ark. Beta Ark? Ja, zo heet die scooter. Ja joh. Ja. Een kenner hebben we hier. Ja. Nou, ook weer een mooie vondst. Kijk hè. Hoppa. Beta Ark. Ja, Beta Ark. Beta Ark. We zetten hem eventjes aan de kant. Ja. Parkeer hem even daar, de beta-arm. Ja, beste kijkers, we hebben een gulden 1968 Juliana. Nice. Ik wil het niet. Ik zie het. Ik ga die tippen die helemaal gek maken. Nee, ik kan je niet. Waar is Timothy? Aan de andere kant. Ik haal er net een kogelpunt uit. 9 mm, hè? Ja. Een 9 mm kogelpunt. Lekker op, Fink. Mooi, man. Nou, dat wapen er wel nog bij, hè? Ja, dat zou helemaal fantastisch wezen. Gaaf, man. Gelijk weer goed. Ja. Je zou deze maar in je donder krijgen, joh. Hè? Ja, dat is, dat is ook niet lekker, hoor. Goed. 2 9 mm kogelpunten. Maar verder komen we nog niet echt veel tegen. En we gaan toch weer verder naar een volgende locatie. Maar deze zijn gaaf, zeker weten. Zo mensen, moet je kijken. Ik haal dit hele gevaarlijke mes haal ik eruit. En tegelijkertijd had ik een koevoet. Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft. Maar moet je eens even kijken, wat een ding joh. Zo, er zit een punt aan. Die is eng hoor, hé. Hey. Wow. Die is echt te eng deze. Wat een ding joh. Ik zal de koevoet ook even laten zien. Kijk, echt, het zat in één keer aan mijn magneet. Ja, misschien heb het met elkaar te maken. Misschien ook niet. Maar het is wel een beetje toevallig. Hou me vast. Met mijn hoofd niet op de schade, hou me vast. Helemaal zachtjes door mijn hand, hou me vast.
Of wordt het allemaal eventjes te veel? En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Vraag me niets, zeg me niets, sla je hart me om me heen. Praat niet met me aan het tweede paard. Willen jullie nou weten wat dat was wat je net hoort? Kijk dan bij Timody op zijn YouTube kanaal. En ik heb gelijk een verrassing voor jullie. We zijn lekker bezig. Hij ligt hier zo. De deur was al open. Maar we gaan even kijken of er toch nog wat in zit. Oh, er zitten wel kistjes en dingen in. Ja, dan moet je blijven, hè. We gaan hem eventjes op de kant leggen. Volgens mij zie ik wat groeien in die broek van je. Ja. Oké, ik heb de kluis even naar de kant getild. Ik zie allemaal kistjes erin drijven al. Dit is een leeg vakje. Maar misschien is het al uitgevallen. Een tasje. Een zakje. Er zit niks in, voel ik nog. We gaan hem eventjes een beetje voorzichtig leeg diepen. Een geldkistje. Oh, een geldkistje zit erin. Dus het is eigenlijk een 2-in-1. Zit er wat in het geldkistje? Zit daar wat in? Een zakje. En een zakje die leeg is. Maar hebben we dan nog wat? Nog een zakje. Ook leeg. Even kijken. Er zit in ieder geval wel blubber in. Nee, dit kistje is leeg. Dan gaan we nog even meer water eruit laten lopen. Een grasvliegje. Ik dacht ook wat geld op. Niks, 0,0. Helaas, helemaal leeg. Het was wel spannend en toch ook fijn. Tot de volgende kluis. Wat ben jij nou aan het doen? Huh? Ja, je camera is zo laag. Oh ja, ja. Ja. Goed, dat was weer een topdag. Hartstikke leuk. Twee gevolgerkogeltjes, puntjes gevonden. Koevoet, messen, kluis met geldkistjes. Kijk bij hem ook nog eventjes bij Timody, want ja, jullie hebben een muziekstuk opgevoerd, maar jullie hadden ook een instrument daarvoor gevonden. Oh ja. Wil jij weten welk instrument dit is? Ja, dan moet je even daarbij kijken. Het helemaal gek. Ja. En bedankt voor het kijken weer en tot snel. Tot ziens, hè. Doei.